Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Mijn haar ligt de laatste tijden anders, maar oké, boeien. Dit is trouwens een bloopertje, die gaan we even verwijderen. Vandaag speel ik Frontlines in Roblox, ik heb dat al eens gespeeld. Toen ging ik niet zo soepel, zal ik maar zeggen. Ik ben er iets beter in geworden. Want mijn record kills is nu 26 en vroeger was dat eigenlijk gewoon 6. Dus ja, vroeger maakte ik maar 1 kill in 10 rondes of zo. En nu eigenlijk echt wel meer. Dus het is echt wel verbeterd. Het is wel een beetje een gewelddadig spel. Dus kun je niet tegen bloed bekijk dit dan niet. Oké, okay, let's go. Kijk, het is echt heel realistisch. Staat het een beetje luid voor jullie? Ik denk dat het een beetje luid staat voor jullie, of niet? Ja, boe. Zolang jullie de video horen, is het goed. Ja. Ja, in dit spel kunnen we doodgaan. Wat denk ik wel logisch is. En we zijn momenteel aan het verliezen, zie ik. En er is hier iemand wat aan de red is. Oh, gekild. Joepie. Zit er nog in? Ik ben dood. Ja, ik heb tenminste een kill gemaakt. Ja, dit staat een beetje luid, denk ik, voor jullie. I don't know, maar... Ja, boeien. Dat was een granaat. Dat was echt hilarisch. Er zit er een guy. Where ya? I have seen you, bro. Oh, ik ben dood. Ja. Je ziet eigenlijk gewoon bloed op je scherm als je dood bent. Maar ja. Iedereen lijkt hier op elkaar. Maar diegene met de rode name tags. Dat zijn er van het andere team. En met de blauwe name tags. Dat zijn er van mijn team. Oh, joepie, is dood. Ah! Nog één! Nee, mijn wapen moest daar laden. Oké, ik heb nu al eens een paar kills gemaakt. Ik denk 2. En dat is toch al goed, want ik ben net gejoined. In dit spel duren potjes echt kei lang. Oh, joepie, ik heb 1 van hun gekild. Ofwel was dat allemaal mijn eigen leek dat ik zag liggen? Waarschijnlijk niet, maar ja, oké. Losing. Don't let your team down. Ja, dat weet ik. Er zit daar 1. Ja, inderdaad. Nu niet meer. Zit er daar nog 1? Ze zitten daar. Ze komen naar mij. Sorry, ik schrok. Ik schrik altijd, hè. Het altijd schrik ik. Let's go. Er moet hier iemand ergens zitten. Oh, hij is doodgaan door een granaat. Brad. Daar. Alsjeblieft, granaatje. Nu goed. Hopelijk ontploft mijn granaat. Ja, ik heb er gewoon 2 gekild met mijn granaat. Wat? Ik heb er gewoon 2 gekild met mijn granaat. Dat is de eerste keer dat ik iemand kill met mijn granaat. Behalve die ene keer toen ik mezelf per ongeluk had gekild met mijn granaat. Maar dat was dus niet de bedoeling. Maar kijk, die mensen van groene flits, die geweren, dat zijn one-shot guns. Dat zijn er eigenlijk die je in één keer kunnen doodmaken. Meneer, waarom zit je hier zo ongemakkelijk te kruipen? Of te twerken, als ik het zo moet zeggen. Die kan je uit een one-shot gun. Ik ga altijd dood door mensen met een one-shot gun, hè. Maar ik heb dat nog niet, omdat dat te veel geld kost. Hallo, verrassing. Dank u. Zitten er overal. Ik ben dood. Ik begin er echt al beter in te worden. Ook al ga ik de hele tijd dood. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg. Want je spamt gewoon terug. Zit er iemand? Ah, verrassing. Heeft me één verrassing gegeven, denk ik. Ja, die guy is echt goed. Heeft hij nu hetzelfde mee? Ja, dat geluid was hetzelfde. Die had hetzelfde geweer als mij. Oké, ik zoek dus naar geweermaatjes die hetzelfde geweer hebben. En dan zeg ik, en er zijn hier 1000 guys. Er zijn hier gewoon 1000 guys met one-shot guns. Ik kan daar... Ja! Ha! Ik ben dan nog dood door een bacon hair. Serieus, dat kun je zien als je dood gaat. En ik ben een stickman vandaag. Dus ik ligt er een wapen. Ligt er een wapen! Sorry! Mag ik geen wapen pakken of zo? Dombo! Ha! In dit spel zitten we eigenlijk soort van in de wereldoorlog, denk ik. Daar. Jasper, 4-6 dinges. Zit er dan iemand zo'n one-shot gun? One-shot guns zijn irritant. Binnenkort heb ik zelf een one-shot gun. Dus hier hoef je niet veel te zeggen. Oké, okay, boeien. Er zit daar een aan de andere kant van de map, dus ik denk dat ik run. Zit er daar een? Zit er daar een? Let's go. Granaat! Er zit er een in dat hokje en ik heb een granaat gegooid. Is hij dood?
Nee, hij is nog niet dood. Maar ik wel. Ja, sorry. Elke keer dat je BAM hoort. Ligt er daar nu een MP5? Ja, dat weet ik niet. Er komt er normaal gezien elk moment. Wat heb ik gezegd? Oh my god, ik raak gefrustreerd van dit spel. Serieus, we staan keivel achter. Zij hebben 79 en wij hebben 98. Ah! Kon ik weten dat er daar een zat? Oh, ik ben niet goed in schietspelletjes voor altijd. Er is echt één zo'n keihoe guy. Heb ik nu per ongeluk een granaat gegooid of niet? Yes, er wou een guy mij aanvallen en toen is hij net gedood. Ah, door een granaatje. Alsjeblieft, hier een granaat. Ja, ik heb een granaat gegooid en ik hoorde hem ontploffen. Zit daar een guy die niet aan? Toch, letten. Dat is een van de twee. Waar ligt die guy? Kan ik hier met... One shot gun, one shot gun! Nee, waarom pak ik die domme MP5? Waarom heb ik een MP5 opgepakt? Dat is het slechtste wapen die hier is. Maar stel wel dat dat beter is voor mobiel. One shot gun, one shot gun. Woehoe, die guy had een one shot gun en ik heb hem nog kunnen killen. Waarom is die guy dood? Daarom dus! Oh my god, ik schrik. Ik ga geen return to lobby, kreeg ik eigenlijk geld. Ik kreeg geen geld bij. Hoe kreeg ik geld? Credit shop. Oh, dat zijn credits, geen geld. Oeps. Dat is leuk. Oké, we gaan opnieuw. Of ja, dat is niet opnieuw, maar gewoon in hetzelfde potje. Granaat! Ik weet niet waarom ik de hele tijd mijn granaat pak. Ik vind dat gewoon leuk. Trouwens, we kunnen ook switchen naar de handpistool. Want het is niet handig is als er hier een guy staat. Ja, we zijn dood. Of ja, we zijn verloren. Ze hadden bijna 100 en wij hadden 50. Oké, dat is heel weinig. Ja, kijk, dat is de laatste guy waardoor ik ben gekild met zo'n one-shot gun. Kijk, dat was ik. Dat was ik die daarop stond. Oké. We moeten een map kiezen. Ik denk dat ik voor canyons ga. King of the Hill. Want dan kunnen we capturen. Oh, joep, ik sta tweede. En ik ben maar in het midden van de ronde gejoind. We moeten dus al zeker 4 minuten bezig zijn. Dan gaan we juist nog dit potje afspelen. En dan gaan we de video in. Want één zo'n potje duurt eigenlijk 10 minuten. Dus ja. Oké. Canyons, King of the Hill. Het is de map die ik had gekozen. Hopsa. En deploy. Hopsa. Oké, het is met het capturen. Dat is leuk, want dan is het makkelijker om te winnen. Hopsa, ik ga de heel hard capturen. En dan horen we zo door een soort walkie-talkie. Zo van, you capture the hill. Of, the enemy is capturing the hill. Daar. Nee. Hebben jullie dat gehoord? The enemy is trying to capture the hill. Wow, yo. En dat komt allemaal door mij, omdat ik dood moet staan. Nee, we zijn de hill aan het verliezen. Oké. De hill is terug van ons, denk ik. Wie schiet er hier op mij, man? Ik heb toch niks misdaan, dombo. Is dat een rode? Dat is een rode! Ja, sorry. Ik wist niet dat dat een rode was. Ik liep daar gewoon achter. Zit hier een guy van zo? Opzij, die is ook gekild. Ik ga veel kills hebben deze ronde. Waar is die guy? Hij loopt weg. Hij is bang van mij. Hij is bang! Ha! Hij is bang! Ja, wat weet je? Wat was zo'n noob, denk ik. Oei. Er zat er een guy. En we hebben de hill alleszins al gecaptured, dus dat was al goed. Hoe lang duurt deze ronde nog? 8 minuten. Nee? Oh, ik dacht dat het er van het andere team waren. Wat is dit? Oh, yo, dat is heel eng. Net zoals ik. Okay. Yes, we zijn aan het winnen. We staan met 12 punten voor. Ik heb serieus een keer gehad dat mijn team de hele tijd 50 had en het andere team had gelijk 10, maar... En toen ging ik een andere dood. En toen, op dat laatste moment, hadden wij 50 en dat andere team had 51. Dat was echt verschrikkelijk. En toen waren we keihard verloren. Oké, de hill wordt weer gecaptured. Dus ik denk dat ik naar de hill ga. De hill is denk ik het beste punt. En C is Charlie, voor de mensen die dat niet weten. Oh, er is alleen maar de hill. Hank Charlie of zo. Yes, my team is capturing the hill. Oei. The enemies are capturing the hill. Er zit iemand in die bush! Ik ben dood. Er zat iemand in die bush! Ja, wat? Sinds ik Brawl Stars speel, zeg ik bush. Let's go. Ik zie er daar 2 rode bij elkaar staan. Dus ik denk dat ik daar naartoe ga. Dan kunnen we 2 killies maken. Oh, ze zijn al dood. Ze waren de hill aan het capturen. Maar ik wil eigenlijk Charlie capturen, maar die is er niet in deze map. Maar die guy in die bush!
En die Bush is zo flipping irritant. Letterlijk. Oké, nu kan ik langs achteraan vallen. Is die guy nu dood door een granaat of is dat mijn verbeelding? Oké, let's go. Granaatje! Ik heb een granaat gegooid naar 2 rode. Ontplof. Granaat, ontplof. Sorry, het is groot. Oh, joepie, dood. Oh nee, het komt er nog heen. Het komt er nog heen, maar langs waar? Hier. Oh, hij is al dood. Hallo. Leuk om je te zien. Leuk om je dood te zien liggen. Oh my god, we kunnen deze brug op. Ik wist dat niet. Ik speel dit spel echt al zo lang, maar ja. Oké, we zijn al bijna bij de hill. En nu is het in plaats van what the hell, what the hill. Shut up, you little. Shut up, you little. Goed. Oh, wat? Staat er iemand achter mij of zo? Ja, ik ben al blij dat ik een kill heb gemaakt. Oké. We zijn eigenlijk echt al lang aan het filmen, denk ik. Sorry, dat moest even. We hebben eigenlijk 4 wapens. De handpistooltje. Ons normale wapen. Een mes. Pichu. En een granaatje. Die jullie waarschijnlijk al hebben gezien. Oei, we zijn terug aan het verliezen. Kakkie. Ja, wat ik mag. Kakkie. Is het nu ook al verboden om te lopen? Trouwens, we kunnen ook een coole slide maken. Wee. Ja, wat helemaal Steven. Ik wil gewoon showen hoe cool ik ben. Yes, we are capturing the hill. Er is zojuist een rode dood gegaan door een maatje. En nu is hij dood gegaan door mij. Oei. Opsa. Ik zal hierachter een beetje blijven staan. Oké, de hill is captured. Ik moet hier blijven staan. Ja. Iemand is aan het bewaken. Maar als ze vanaf de andere kant komt... Ik ga een beetje mijn map moeten in de gaten houden. Kom dan, Dumbo. Kom dan, Dumbo! Dumbo! Nu goed. Oh nee, het zit hem daar nog in. Wat? The enemy captured the hill? Dat kan toch niet? Zijn er 2 hills? Er zijn 2 hills! Wat? Zijn er 2... Waar stond ik dan? Dat was toch de hill waar ik stond? Echt wat? Ik begrijp er echt niks meer van. Bleh. Nog 4 minuutjes en dan beëindigen we de video. Oké. De hele zin. Nee, dat is een one-shot gun! Ja. Ik heb iemand met een one-shot gun gekild. What? Die had een one-shot gun. Ja. Oh my god. Ik heb al een paar killetjes gemaakt. Daar ben ik blij mee. Oké, zijn er nu 2 hills of niet? Nee. Huh? Wacht. Ik begrijp er echt geen... Weet ik veel. Ik begrijp er echt niks meer van. Serieus. Oké, onze punten zijn weer naar boven aan het gaan. En die van het andere team eigenlijk ook. Maar ja... Hopelijk hebben ze me niet gezien. Ik zag daar 2 rode. En toen waren ze dood. Ik heb gewoon iemand zien doodgaan. Mooie poep. Ik was te afgeleid door een poep. They are capturing the hill. We're almost. Oké. Ik gooi een granaat naar de hill. Ik gooi een granaat! Psa. Nee. Het is daar een rode. Hopelijk wordt hij gepakt door mijn granaatje. Kan ik weten dat hij daar achter dat hoekje zit? Yes, we hebben 2 en ze hebben 1. Oh, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar ja, boei. Oké, langs die kant naar de hill gaan. Zit er hier één, hè? Ah, hij is dood. Wie? Ja, wat? Wat zijn er dan toch 2 hills? Sorry, helemaal 7. Oké, let's go. Ik zie er weer een rode op mijn mapje. Eigenlijk moet je gewoon in dit spel, als je dit spel speelt, je map in de gaten houden. Je zit eigenlijk altijd in blauw. Maar als je in het andere team zit, lijkt het ook alsof je bij blauw zit. We zijn verloren. We hebben het goed gedaan, denk ik. Weet ik veel. We hebben killies gemaakt. En en mijn haar ligt raar. Ik weet het. We hebben killies gemaakt. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Peace.
Peace. Peace.